Parnassus in een kleine stad. Een hele knappe bakker, die wel al zijn diploma's had. Maar nog geen vrouw die stakker. Een weduwe daar in zijn wijk, die was zijn beste klant. Want 7 dochters was ze rijk, zijn brood hield hen charmant. Henriette wou 2 kadetten, hippe ditje een halfwitje. Knappe Antje een croissantje, Hannelore een volkoren. En voor Sjaan een Amerikaan, en voor Sannetje een pannetje. En Adelheid een boerenwijd. De hele buurt die leefde mee met onze knappe bakker. Met wie van hen gaat hij in zee? Dit vraagstuk hield hen wakker. En iedereen dacht ongerust, hij neemt maar geen besluit. Wie van de 7 wordt gekust en wie wordt straks een bruid? Henriette wou 2 kadetten, hippe ditje een half witje. Knappe Antje een croissantje, Hannelore een volkoren. En voor Sjaan een Amerikaan, en voor Sannetje een pannetje. En Adelheid een boerenwijd. Het nieuws kwam toch nog onverwacht, de kleine stad werd wakker. Want wie werd naar het stadhuis gebracht door onze knappe bakker? Hoe werd hij 7 dochters rijk, wie schonk hem dus haar hand? De weduwe daar uit zijn wijk, zijn brood hield haar charmant. Henriette van 2 kadetten, hippe ditje een half bitje. Knappe Antje een croissantje, Hannelore een volkoren. En voor Sjaan een Amerikaan, en voor Sannetje een pannetje. En Adelheid een boerenwijd. La 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 la. En voor Sjaan een Amerikaan, en voor Sannetje een pannetje. En Adelheid een boerenwijd.